Hey, welkom in mijn man cave. Dit is Noske Barbecue en vandaag gaan we heerlijke Oosterse stijl sperrips maken. Wil je meer van dit soort video's zien, de tips, tricks en recepten die ik natuurlijk graag met jullie deel, vergeet je dan niet om te abonneren. Druk dan ook gelijk op het belletje naast die abonneerknop en dan krijg je een berichtje van YouTube als ik weer een nieuw filmpje upload en dan ben jij er als eerste bij. En je kunt me natuurlijk volgen op Instagram en Facebook, @NoskeBarbecue. Laten we aan de slag gaan! Nou goed, wat hebben we nodig voor deze Oosterse stijl sperrip? Nou, je verwacht het niet, een sperrip. Die gaan we eerst even droog deppen. Ik heb hem net uit de verpakking gehaald. Deze mooie, dikke, moet je kijken jongens, sperrip komt van Bibi Quality. Wil je ook dat soort mooie sperrips kopen, dan ik zal een linkje onder in de beschrijving zetten. Dan kom je vanzelf op mijn website. Oké. Er kwam even een motor voorbij, als je wat hoorde. Nou goed. Nou, we beginnen natuurlijk met het membraan. Ja, zoek even een bot op. En dan, ja goed, ik pak hier nou even, dit heb ik even voorhanden. Maar pak even iets wat eronder kan. Een theelepeltje of zo. Nou goed, ik pak dan nou even de prikker. De voeler van de temperatuurmeter. Maar goed. In ieder geval up, eronder. Kijk. En dan heb je hem eraf. Deze hier weg. Mijn handen schoonmaken. Nou goed, dan kijken we nog even na. Kleine dingetjes eraf snijden. Niet zo heel spannend. Uitstulpseltjes. Als jullie wat horen, nog weer. Dat zijn mijn zoontjes op de achtergrond. Die lekker aan het buiten spelen. Ja, buiten spelen, ja. Goed. Ik vind hem mooi. Hier nog een klein dingetje vanaf. Dan gaan we hem rubben. Ik heb een eigen rub gemaakt. Ik zal in de beschrijving en op de website zal ik even de ingrediëntenlijst erop zetten. Zodat jullie hem na kunnen maken. Want dit is een aardzoetige rub. Dus gaan we lekker strooien. En zoals altijd, vergeet de zijkantjes niet. Kijk. Goed, hou hem gerubt. Gaat deze even lekker de koelkast in en dan gaan we de barbecue aansteken. Vandaag ga ik voor het eerst de Smoky Bandit Lumberjack gebruiken, dus ik ben heel benieuwd. Maar het is een mooie sperrip om mee te beginnen, de mooie Oosterse stijl sperrips. Dus dat wordt de vuurdoop voor mijn Lumberjack. Dus laten we aan de slag gaan. De pallets die ik vandaag gebruik zijn de Championship Blend. Van de smoky pallets. Dus het is een mix van verschillende soorten hout die aanbevolen door de kampioenen. Dus gaan we eens even bijvullen.
En dan druk op on. Grill set. 107 graden staat hij op. Proben doen we niet. En dan gaat hij opstarten. Goed, voor de Oosterse stijl speerrips gaan we de saus maken, waar we hem dadelijk mee gaan inlakken. Nou goed, ik ga als eerste gebruiken we de barbecue saus. Nou, ik gebruik de Noskols barbecue saus. Dan hebben we nog sojasaus, ketchup manis en bloemenhoning. Dus nou goed, ik heb al een klein beetje barbecue saus erin gedaan. De andere flesje was bijna leeg. Dus dan beginnen we met een mooie basis. Dus gewoon één deel. Barbecue saus, dan doen we een scheutje sojasaus erbij, nog een scheutje ketchup manis en de verhouding is het ongeveer denk 3 delen barbecue saus, 1 deel sojasaus, 1 deel ketchup manis en 1 deel bloemenhoning of honing. Nou, dit gaan we mengen. En dan gaan we hier dadelijk lekker de sperrips mee insmeren. Zo, gaan we eens even kijken bij onze Oosterse stijl sperrip. Het begint mooi droog te worden, in te drogen. Dus dan gaan we onze eerste laklaag eroverheen gooien. Zo, ik ga dit weer lekker verder garen. We zijn weer een paar uurtjes verder. Dan gaan we eens even kijken hoe het ermee staat. Ik heb even de thermopan gepakt. Hij gaat erin als boter. Dus dat is heel goed. Dan pakken we onze Oosterse saus nog eens een keer. Gaan we ze daar nog een keer mee bedruipen. En dan pakken we zo dadelijk ook nog wat sesamzaadjes erbij. Die doen we er nog overheen. En dan laten we die saus nog heel even aankoeken. Aan wat sterker worden. En dan gaan deze sperrips van de barbecue. Dan zijn ze klaar om te eten. Sesamzaadjes eroverheen. En dan laten we dit nog 5 minuutjes. Even nog 5 minuutjes hard worden en dan halen we ze eraf. Kijk eens. En dan zijn ze klaar. Deze mooie sperrips. Kijk eens wat ze er mooi uitzien. Dat zie ik net op een bot natuurlijk. Kijk, ze lopen scheef. Kijk eens jongens, kijk eens hoe dit er mooi uitziet.
papa, ze waren heerlijk. Dat was het commentaar dat ik hier net kreeg op die Oosterse stijl spareribs. Heerlijk met die sesamzaadjes, super lekker. En die saus, ja, mijn zoon die was er helemaal weg van. Echt een super lekkere saus. Natuurlijk wel wat zoeter, maar wel lekker, ja, die, met die sojasaus en de ketchup. Toch lekker die Oosterse invloeden, echt een aanrader. Wil je meer van dit soort video's zien? De tips, tricks en recepten die ik natuurlijk graag met jullie deel, vergeet je dan niet om te abonneren. Druk dan ook gelijk op het belletje naast die abonneerknop en dan krijg je een berichtje van YouTube als ik weer een nieuw filmpje upload. En dan ben jij er als eerste bij. Je kunt me natuurlijk volgen op Instagram en Facebook, @NoskuBarbecue. Zou ik hartstikke leuk vinden. En wil je mijn recepten teruglezen? www.NoskuBarbecue.nl. Daar komen al mijn recepten, vroeg of laat, komen al mijn recepten daarop te staan. Dus voor nu, maak deze thuis ook. En tot de volgende!